webenthousiast onder ons en die u graag die experience zal laten meemaken. Ja, ik zal het hebben over Popfly. Het belangrijkste dat je daarvan moet weten is dat het eigenlijk een mashup tool is die we hebben uitgebracht, die verschillende 2.0 diensten op internet combineert en dit voor mensen die eigenlijk niet zo heel veel kennen van code gemakkelijk maakt om een aantal diensten te bundelen en zelf op hun eigen website of lokaal te reproduceren. Een van de essentiële benodigdheden daarbij is een API. En dat is een blokje code of een stuk broncode die wordt vrijgegeven door bijvoorbeeld Yahoo, door Flickr, door Google, door eender welke 2.0 service. En dat stukje code dat wordt dus binnengetrokken in Popfly en daarmee kan je beginnen werken. Om Popfly te gebruiken heb je een Windows Live account nodig. Het is heel gemakkelijk om dat aan te maken, ik denk dat u dat allemaal wel weet. Je kunt gewoon insignen en beginnen te werken. Als je dat gedaan hebt, ik heb het al een beetje opgezet, dat is makkelijk om te werken. Als je dat gedaan hebt, kom je op deze interface terecht. Er zijn drie grote mogelijkheden die je kan doen. Ofwel ga je zelf een pagina maken die we voor jou gaan hosten, waar dat je je project op kan tentoonstellen en waar dat je de link van kan gebruiken naar je vrienden kan sturen en zeg van kom eens kijken naar mijn collectie foto's of kom eens kijken naar mijn kaart die ik op al mijn Twitter's heb opgeplot. Ofwel kan je gewoon zelf een mashup maken en die portable maken en ofwel op je desktop, in je sidebar, op je livespace of gewoon op een welke webpagina kan zetten met een iframe. Ofwel kan je eens gaan rondkijken in de community. De community is eigenlijk een van de grote draaischijven van Popfly zelf. We hebben het er juist ook al gezegd dat we bij Microsoft enorm geloven in de kracht van menselijk contact, van menselijke relaties. En in dit geval is dat dus niet anders. Iedereen die een mashup maakt, kan die delen met de community. Dus ik zal het dadelijk wel laten zien als we op het einde van de mashup komen. Het belangrijkste woordje in heel dit programma is share. Je klikt erop en dan wordt het publiek gemaakt. En jij kan ook gaan kijken wat andere designers en developers hebben gemaakt. Je kan dat adopteren, je kan dat gaan aanpassen, je kan iets veranderen in de code, een element toevoegen, een element weglaten. En op die manier kan je dus de community helpen groeien. Zal ik eens kijken. We zullen een mashup maken. Zoals gezien heb ik een kabeltje getrokken. Je hebt eigenlijk wel een sterke verbinding nodig. Het is niet dat je moet gaan doen met een kleine dial-up. Dus het is wel goed dat je zeker bent van die verbinding. Bijvoorbeeld, we zullen iets doen met Flickr. En even kijken, een carousel, dit is een heel simpel voorbeeld. Je hebt wel een API key nodig om sommige dingen te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld ook bij Flickr, als je een Flickr account hebt, dan kan je op de website van Flickr zelf een API key gaan opvragen. En die geeft jou het recht om hun technologie en hun software op een andere plaats te gebruiken dan in hun eigen omgeving. Dus in dit geval, met dat eigenlijk terug. In Flickr, even instellen, ik kan zien, er is een klein sleuteltje, als je erop klikt, kan je gaan kijken wat je juist wilt gaan doen. Ik heb foto's nodig van bijvoorbeeld Brussel, dat is een mooi begin, het maakt eigenlijk niet uit, en wie kan er nog kiezen. En je kiest het aantal foto's dat je wil hebben, 15 is wel mooi om mee te werken, soms iets minder. Ik kan er ook veel mee, maar het maximum dat ik ooit zelf heb gemaakt is 110 foto's. En het enige wat er dan traag gaat, is het feit dat die foto's rechtstreeks worden binnengetrokken in die tool. Dus als jij ergens op een website een carousel zet met 110 foto's, dan moet bij het opladen die 110 foto's van Flickr worden binnengetrokken in, dus die kleine tool om die dan weer te geven. Eens dat ze binnen zijn, is natuurlijk in Silverlight een heel snelle streaming en dan zal je wel zien dat het redelijk snel gaat. Maar voor de gemakkelijkheid zullen we het een beetje kort houden. In de carousel zelf zie je dat er een aantal opties zijn. Je kan die afbeelding toevoegen, je kan een framecode kiezen of een attribution. Maar in dit geval staat er nog geen Flickr gegevens, dus is dat nu op standaard. Wat heel gemakkelijk is, ik klik gewoon op dit bolletje bij Flickr en ik klik op dit bolletje bij de carousel. En als ik de carousel dan terug open doe, zie je dat hij automatisch is overgeschakeld naar add image voor Flickr van de URL.
dat de titel van de foto zal worden weergegeven en dat de foto van een bepaalde URL wordt binnengetrokken. Dit is eigenlijk het standaard hoe ik even stel te maken. En als we dan even kijken op preview, dan zou je normaal mogen beginnen laden en foto's beginnen binnentrekken van Brussel. Die worden nu redelijk snel binnengeladen. Dus blijkbaar de laatste toegevoegde foto's op Flickr over Brussel zijn een aantal foto's van het Atomium. Dat is helemaal niet zo slecht, denk ik, want daar zitten we wel een mooi lokaal. En dat is dus eigenlijk een tool die je... dit is eigenlijk dus klaar. De eerste mashup is nu gemaakt. Zoals je kan zien is dat eigenlijk helemaal niet moeilijk. Je sleept gewoon twee blokjes naar je werkveld. Je verbindt die blokjes met elkaar om aan te geven van kijk, ik zou graag een mashup willen maken van deze twee elementen. En het resultaat is er al. Dan zijn er een aantal keuzes die je kan maken. Ik kan het best wel even bewaren ook. Maar ik ga even overslagen naar mijn bewaarde dienst gaan kijken. Micro-git, daar zal ik een aantal bewaren. Dus ik heb een aantal projecten gemaakt en een aantal demo's rondgegeven. Zoals je kan zien, eens dat je een project gemaakt hebt, dan zegt hij van kijk, share this project for more options. Het enige dat je nu kan doen, als je het gewoon bewaard hebt en je hebt er nog niets mee gedaan, is het editen, deleten. Dat is alles. Als ik nu op share druk, dan zal ik me voorstellen om een aantal dingen te doen. Ik kan het gaan embedden, verschillende webpagina's. Ik kan het downloaden als een gadget, om op mijn desktop te zetten of in mijn sidebar. Of ik kan het aan mijn Windows Live Spaces toevoegen en uiteindelijk dan delete of unshare als er bepaalde dingen mee, bepaalde foto's op staan die ik eigenlijk niet publiek wil maken. Dan is het heel simpel, als ik nu zeg, ik zou het graag willen embedden op een webpagina, dan krijg ik een klein stukje iframe en mensen die een beetje met HTML kunnen werken, kunnen daar ook nog een aantal settings in gaan aanpassen. Om bijvoorbeeld te zeggen, ik wil het kleiner maken, het moet in mijn kaartje passen of gewoon kwestie van design en gebruiksvriendelijkheid moet je dat zelf een beetje gaan aanvoelen wat en hoe je dat juist gaat embedden. Ik kan het ook downloaden als een gadget. En dan zal ik vragen om het te saven. En dan kan je het saven op je bureaublad. In dit geval, ja, oké, foto's weer gadget. Even kijken, mijn sidebar open doen. Sidebar. Oké, zo. En dan wil ik hem even toevoegen. Die moet dan hier bijstaan als mijn fotosfeer. Duurt even om het niet te laden, omdat het een klein stukje software code dat in de sidebar wordt embed. Maar het zou normaal gezien niet langer mogen duren dan een kleine 20 seconden. Even kijken, die zal er wel dadelijk bij komen. Tel ondertussen, blijf gewoon even wachten. Zo, even komen. Voilà. Dus hier is mijn fotosfeer. Dat is een tool die zal ik dadelijk wel laten zien. Dus wat ik gewoon gedaan heb is in plaats van die galerij te maken, heb ik een globe gekozen en die foto's worden rond de globe weergegeven, komen ook van Flickr. Als ik nu zeg van ja, ik zou graag het ding een beetje groter hebben en op mijn bureaublad zetten, dan sleep ik het gewoon aan mijn bureaublad en wordt het groter. En als ik dan op een afbeelding klik bijvoorbeeld, het is natuurlijk, ik heb er geen motion controls aan toegevoegd, ik heb het ook niet gecentreerd. Dus, maar normaal gezien kun je dan, dus dat kan je eigenlijk nu ook doen, een afbeelding wordt dan wel groter. Als je erop klikt. dat zijn dus allemaal controls die je nog zelf gaan moeten toevoegen. Dus dat is iets... Dat heb ik dus niet ingevoerd. Juist. Ik heb gewoon even een demo gemaakt om het te laten zien. Even kijken. Maar dus de download en de integratie van hetgeen dat je zelf maakt, dat werkt dus redelijk snel en redelijk perfect, dat heb je al gezien. En je kan het dus doen met elk project dat je saved in Popfly. Je kan dat doen met de fotogalerij. Je kan dat ook doen met je Twitter-gegevens, als mensen weten wat Twitter is. Het is dus een sociaal netwerk waar je sms-berichtjes stuurt om andere mensen te laten weten wat je aan het eten bent en hoe laat. Sommige mensen vinden het interessant om andere mensen zo te volgen. Er wordt ook wel iets serieuze informatie doorgestuurd. En je kan het dus in je sidebar steken. Als je dan aan het werken bent, dan krijg je updates binnen van oké, blijkbaar is er een vergadering bezig daar, die en die mensen zijn er aanwezig. Daar wordt over gesproken. Dus daar zijn we dan. Even kijken. De carousel, dat is er geweest. Dit is een voorbeeld van de webpagina die je kan maken. Op Popfly zelf. Dus je krijgt gewoon een create
create my site, create my page. Je kan gewoon de ene in welke plugin die je gemaakt hebt kan embedden. En in dit geval heb ik een aantal foto's van Barcelona gedownload die mijn carousel gestoken en op mijn pagina gezet. Uiteraard kan je ook de grotere breedte enzovoort gaan aanpassen. Je kan de verschillende naast elkaar en onder elkaar zetten. Designtechnisch is er ook van alles mogelijk. Nu, de mensen die iets of wat weten van scripten en van code, die kunnen, even gaan kijken, die kunnen natuurlijk ook wel, even kijken, zo, deze openen, zo, je kan natuurlijk ook gaan blitzen in de Java-code zelf. Eender welke plugin die gemaakt wordt, eender welke API die gebruikt wordt, daar wordt dus de code zelf van beschikbaar gezet. En je kan daar zelf dingen aan gaan toevoegen om echt je plugin volledig te customizen. En om echt data toe te voegen die specifiek voor u bepaalde informatie kan ontwikkelen op andere websites. En ik denk dat we eigenlijk al een beetje rond zijn, want het is eigenlijk veel gemakkelijker dan het lijkt. Het enige dat je moet gaan doen is eigenlijk naar de website gaan, je live ID maken, dan naar popfly.com of popfly.ms surfen. En inloggen en je kan beginnen te puzzelen. Ik kan ook wel even laten zien welke mogelijkheden er allemaal zijn. Dan moet ik terug naar mijn home. Dit is eigenlijk de menu waar je gewoon je webpage op je toestanden kan maken. Daar kan je zelf naar kiezen. Kijk, dus bijvoorbeeld op dit moment zijn er 256 API's van op internet gelinkt aan deze tool. Bargraph, als je dus dingen gaat combineren die niet met elkaar passen, dan zegt hij dat ook. Dat is wat er net gebeurde bijvoorbeeld. Bargraph Blog is een van de bekendere internetcartoons. Calculator, een carousel enzovoort. Er is een dichtplugin, er is een dingen van Windows Live. Je kan elementen gaan geotaggen, je kan afbeeldingen gaan geotaggen. Er is een Twitter tool, er zijn afbeeldingen van elke mogelijke afbeeldingswebsite die je kan vinden. We spreken over Yahoo afbeeldingen, we spreken over Google afbeeldingen, we spreken over Flickr enzovoort. Voor elk ding is er wel een plugin gemaakt en die zijn beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld Twitter. Als je me zegt dat ik zou graag een klein beetje extra uitleg willen hebben terwijl ik aan het werken ben, ook daar hebben ze even aan gedacht. En je kan verschillende tutorials gaan bekijken van mensen die even beschreven hebben hoe ze iets specifiek gemaakt hebben. Dus het is eigenlijk een stap voor stap handleiding die je doorhelpt. En er zijn ook nog een aantal videodemonstraties gemaakt. Tom, dat was Popfly, in het kort. En, zeg, één ding toevoegen. Ja. De hele user experience is geschreven in Silverlight. Ja. Dus wacht, ik kan dat laten zien als ik er gewoon... Nee, stop, ik denk, we lopen iets achter op broodje, we lopen iets achter op schema. Miel, ongelooflijk bedankt. Schitterende demonstratie van hoe die tools aansluiten bij, ik denk, de technologie van vandaag.